kleine studio, een kleine regieruimte eigenlijk. Omdat je daar ziet, dit is de studio waar zometeen Maarten om 17:15 de vroege editie gaat presenteren. Okay. Maar wat je dan niet zult zien, want wij gaan dat niet hier zien, wij gaan dat zien vanuit een grotere ruimte. Want deze uitzending van vroeg, dat doen we hiervoor in een andere ruimte. Dat is heel ingewikkeld waar dat zo is. Maar het heeft te maken ook met het feit dat er daarna een ander programma komt, dat ook hier gemaakt wordt. Dat is echt gelukkig niet afgenomen. Wat is green screen? Een green screen. Nou, dit is een green room, toch? Ja, nou, dit is een green screentje, zo groot. En één pakt de camera. En zo nemen ze hier het weer. Die heeft het filmpje niet gezien, want de eindredacteur heeft het gezien. Die heeft alles gezien. Als eindredacteur, dat is belangrijk te weten. Ik heb alles gezien en gelezen voordat het op zender gaat. Er gaat niks op zender zonder dat ik het heb gezien. Okay. Alles. Elk woordje, elk fragment, elk deel. Maar we hebben met één druk op de knop. Kunnen we er bijvoorbeeld 5 de jacht van maken. Of Radio 10. Of nee, ook nog Veronica, maar die zit hier nog een paar dagen. Morgen gaan we weg van binnenkort vijf. Radio 5, die doen we het automatisch.